PSV.nl is gekozen tot website van het jaar in de categorie sport door het onderzoeksbureau Matrix Lab. De officiële clubsite werd winnaar in de categorie beste en populairste sportsite en liet daarmee onder andere andere voetbalsites zoals VI.nl achter zich. We praten over een drietalige website met 4 à 5 miljoen pageviews per maand. Dat zijn ongeveer ruim 400.000 unieke bezoekers. Het is niet alleen PSV.nl, ook PSV TV hoort daarbij. Met 75.000 unieke bezoekers per maand. Goed voor 500.000 filmpjes. Er is dus vraag naar, er is veel vraag naar. En ik denk dat het komt omdat PSV, het is een officiële clubsite. Dus betrouwbaar, volledig, actueel. En daar kunnen mensen altijd terecht voor de informatie die ze zoeken. Het is ook de snelste manier om alles over PSV te weten te komen, denk ik. Niet de snelste manier, want wij zijn, zoals ik zei, officieel, betrouwbaar. Maar wij zijn dus ook pas officieel op het moment dat het zo is. Dus het is geen site voor geruchten, er is geen plaats voor uitgesproken bepaalde meningen uit een bepaalde hoek. We zijn geen podium voor de pers, maar we zijn officieel. En het kan dus zijn dat er een bepaald gerucht in de media rondzoomt, dat wij dat pas als laatste kunnen melden. Dat is nou eenmaal het lot van een officiële clubsite. Aan de andere kant hebben we ook vaak de primeur als er een nieuwtje is wat nog niet is uitgelekt. Dus officieel is het in ieder geval altijd. Als je het bij ons leest, is het waar. En dus heerst er de afgelopen dagen een feeststemming op het stadion. De redactie is daar dagelijks bezig met het informeren van haar supporters. Om iedereen op de hoogte te houden van alle perikelen rondom hun favoriete club. Met een klein team werken we aan deze site. Soms denk je wel eens, wie zit er achter zo'n site? Nou, dat zijn helemaal niet zoveel mensen. Uiteraard moet ik ook onze partners noemen. GX, het bedrijf voor ons content management systeem, het systeem achter de site. En KPN, onze host, allebei sinds 2001. PSV Media maakt en runt deze site zelf. Ja, klopt, helemaal in eigen huis. Dan ben je verkozen tot de beste. Wat valt er dan nog te wensen? Inderdaad. Het is leuk dat we inderdaad door het publiek, dat is het, een publieksprijs. We hebben heel veel stemmen gekregen in twee categorieën. De beste site inhoudelijk en de populairste vanwege de meeste stemmen. Dat is een aanmoediging om alleen maar zo door te gaan. Er zijn heel veel sporters die daar leuke dingen over kunnen zeggen. Daar kun je clichés over zeggen. We zijn er nu trots op en we gaan gewoon hard door om nog meer bezoekers, nog meer aanbod van nieuws en nog meer nieuwe dingen uit te vinden om die site zo leuk te houden.